In deze video leer je hoe je een wetenschappelijke paper schrijft. Je kunt de hele video bekijken of een onderdeel aanklikken. Doel, opbouw en schrijfstijl. Er zijn verschillende redenen voor het schrijven van een wetenschappelijke paper. Bijvoorbeeld om een maatschappelijk probleem op te lossen. Het ophelderen van tegenstrijdige verklaringen en voorspellingen. Het opnieuw en beter uitvoeren van eerder onderzoek. of een bestaand conflict tussen wetenschappers op te lossen. Je zou denken dat een onderzoek pas relevant is wanneer er nooit eerder onderzoek naar is gedaan. Dit is een veelgemaakte fout. Vaak is iets al eerder onderzocht, maar kunnen er nieuwe inzichten ontstaan. Misschien moeten de eerdere resultaten wel worden bijgesteld. Teksten kunnen verschillende doelen hebben. Met de inleiding en discussie van een wetenschappelijke paper wil je overtuigen. In de methode, resultaten en conclusie wil je informatie geven. Deze worden zakelijker geschreven dan de inleiding en discussie. Je tekst moet relevant zijn. Schrijf niet letterlijk alles op wat je hebt gedaan of gedacht. Je tekst moet begrijpelijk zijn. Vermijd moeilijke woorden en zinnen. Het is een misvatting dat een wetenschappelijke tekst alleen maar moeilijke woorden bevat. Je tekst moet gestructureerd zijn. Maak gebruik van signaalwoorden. Dit is vooral belangrijk wanneer je standpunten naast elkaar legt. Inleiding. De inleiding van je paper heeft verschillende doelen. Je introduceert je onderwerp, je wekt de interesse van de lezer en je toont aan waarom het onderzoek relevant is. Schrijf je inleiding in de tegenwoordige tijd. Het onderwerp is op dit moment relevant en de onderzoeker heeft een doel. In de inleiding komen zes onderdelen aan bod. Je beschrijft de aanleiding voor je onderzoek. Hierdoor wordt de lezer aangemoedigd om verder te lezen. Je beschrijft het thema van je onderzoek. Zorg ervoor dat je het thema goed afbakent. Blijf dicht bij je onderzoeksvraag. Je beschrijft en onderbouwt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Je beschrijft de huidige stand van zaken binnen de wetenschap. Wat is er tot nu toe bekend over dit onderwerp? Het doel en de probleemstelling van je paper baseer je meestal op eerder onderzoek. Wat ga je nu verder onderzoeken en wat wil je daarmee bereiken? Jouw hypotheses moeten dus logisch volgen uit de resultaten van eerder onderzoek. Methode. In de methode beschrijf je hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Deze is puur informatief en moet zakelijk, overzichtelijk en compleet zijn. Het is de bedoeling dat iemand aan de hand van de methode jouw onderzoek kan repliceren. De volgende onderdelen komen aan bod in de methode. Je beschrijft wie er meegedaan hebben aan je onderzoek. Je beschrijft wat je hebt gebruikt. En je beschrijft hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. De methode schrijf je in de verleden tijd. Je hebt het onderzoek immers al uitgevoerd. Resultaten. In het onderdeel Resultaten beschrijf je kort en bondig wat de uitkomsten zijn van de statistische toetsen of analyses en ondersteun je deze met grafieken en tabellen. Noem alleen de resultaten die relevant zijn voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag en zorg ervoor dat je nog geen conclusies trekt. Doe dit in de verleden tijd. Je beschrijft tenslotte wat je hebt gevonden. Conclusie en discussie. In de conclusie geef je een samenvatting van je bevindingen. En in de discussie ga je hier dieper op in. Je schrijft dit in de tegenwoordige tijd, omdat je algemene conclusies schrijft die nu nog steeds gelden. Je geeft in de conclusie een overzicht van de onderzoeksvraag en je hypotheses. Per hypothese trek je een conclusie. Kun je de hypothese bevestigen of verwerpen? Daarna kun je de onderzoeksvraag beantwoorden en je resultaten interpreteren. Let op, geef geen nieuwe informatie. Als je iets niet hebt besproken bij je resultaten, hoort het niet thuis in de conclusie. Je begint je discussie met het kort herhalen van het doel van je onderzoek. Daarnaast ga je dieper in op de gevonden resultaten en wat deze betekenen voor zowel de wetenschap als het dagelijks leven. Je vergelijkt je bevindingen met die van eerdere onderzoeken. Als die niet overeenkomen, ga je op zoek naar een verklaring hiervoor. Bespreek ook de beperkingen van je onderzoek, maar sla hier niet in door. Doe je eigen onderzoek niet tekort. Ten slotte sluit je de discussie af met suggesties voor vervolgonderzoek. In deze video heb je gezien wat het doel is van een wetenschappelijke paper en welke onderdelen daarin aan bod komen. Succes met het schrijven van je eigen wetenschappelijke tekst. Hopelijk biedt deze video je houvast.